Deze drie mannen bestelen een oude dame in Etten-Leur van haar portemonnee. De man rechts in beeld, met een Oost-Europees uiterlijk, die zwarte kleding en witte schoenen draagt, spreekt de vrouw aan. Terwijl een kalende man met een blauw vest en een donker shirt met witte print de portemonnee uit de tas van de vrouw steelt. Een derde man met een witte pet en een zwarte jas houdt de omgeving in de gaten. Nou, kijk goed naar deze mannen en tip ons als u weet wie ze zijn.